De Nederlandse opstand wordt ook wel de 80-jarige oorlog genoemd. Dit is het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van de Nederlandse staat. En de redenen voor dit conflict zijn zowel politiek als cultureel. Het resultaat van die opstand zien we al in het kenmerkend aspect staan, de Nederlandse staat die ontstaat. Maar waarom die opstand nou precies begint en hoe die dan verloopt, dat is iets wat we in dit filmpje zullen gaan bekijken. Die Nederlanden die behoorden in de 16e eeuw tot het Spaans-Habsburgse Rijk, een van de grootste rijken van Europa in die tijd. Want die Spaanse Habsburgers, of voor het gemak noemen ze maar even de Spanjaarden, hadden in heel Europa gebieden onder hun gezag. En een van die gebieden was dus de Nederlanden. In 1519 was keizer Karel V de landheer van de Nederlanden geworden. En in 1555 werd hij hierin opgevolgd door zijn zoon Philips II. Die Nederlanden vormden eigenlijk maar een eigenaardig gebiedje. Een verzameling van 17 gewesten die we hier op het kaartje zien, maar die allemaal eigen regels en wetten hadden. Er was nauwelijks sprake van politieke eenheid. Om die gewesten goed in de gaten te houden, had Karel V in ieder gewest een stadhouder aangesteld. Iemand die namens hem het gewest bestuurde en overlegde met de vertegenwoordigers van de adel en de steden in die gewesten. En die adel en die steden, die hadden allebei ook eigen privileges. En er was dus geen sprake van politieke eenheid in die Nederlanden. Regels die in Friesland golden, hoefden in Brabant helemaal niet te gelden. Sterker nog, in Breda konden zaken anders geregeld zijn dan in Den Bosch bijvoorbeeld. Daarnaast zien we in de 16e eeuw dat het protestantisme voet aan de grond krijgt in de Nederlanden. Met name de leer van Calvijn krijgt steeds meer invloed. En zowel het gebrek aan uniforme regels als de toenemende invloed van het Calvinisme zijn Karel V en Philips II een doorn in het oog. Want de Spanjaarden hebben al moeite genoeg om hun rijk te besturen en bij elkaar te houden. En daarom hebben zij geen trek om rekening te houden met al die verschillende regels en wetten die er in de Nederlanden gelden. En Karel begint dan ook met een proces van centralisatie. Vanuit de hoofdstad Brussel probeert hij steeds meer uniforme regels voor de Nederlanden op te leggen. Met name de adel komt hier tegen in verzet, want zij raken langzamerhand hun privileges kwijt. Daarnaast zijn de Spanjaarden vurig katholiek en zij moeten niets van het protestantisme weten. In 1522 stelt Karel V daarom dan ook een speciale rechtbank in die protestanten moet gaan vervolgen in de Nederlanden, de zogenaamde Inquisitie. En opnieuw komt hier ook veel verzet tegen vanuit de Nederlanden. Een groep edellieden trekt zelfs naar Madrid om daar hoogstpersoonlijk met Philips II te gaan praten over de centralisatie en over de Inquisitie. Maar Philips II wil niet naar hem luisteren. En zijn halfzus in Brussel, waar ook een aantal edelen naartoe trekken, wil ook niet naar die edelen luisteren. En de Spanjaarden blijven doorgaan met centralisatie en de vervolging van de protestanten. En in 1566 slaat de vlam in de pan. In het Vlaamse plaatje Steenvoorde wordt een groep protestanten zo opgejut dat zij katholieke bezittingen in hun gemeente kort en klein slaan. En dit is het begin van de beeldenstorm, die in een paar weken in de hele Nederlanden om zich heen grijpt. Overal in de blauwe gebieden op het kaartje worden katholieke kerken en kloosters vernield door uitzinnige protestanten. En wanneer Philips II hiervan hoort, reageert hij furieus. Hij stuurt de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. En wanneer Alva in de Nederlanden arriveert, neemt hij twee maatregelen. De deelnemers aan de beeldenstorm, die moeten vervolgd worden. Die moeten ter dood veroordeeld worden. En dat wordt beslist door de Raad van Beroerte. Daarnaast stelt Alva een nieuwe centrale belasting in, de zogenaamde tiende penning. Maar veel gewesten weigeren om die tiende penning te gaan innen. En dan lijkt een oorlog onvermijdelijk te worden. En in 1568 is het dan zover. Onder aanvoering van Willem van Oranje begint de Nederlandse opstand. De eerste keer dat legers van de opstandelingen een Spaans leger treffen is in 1568 bij het Groningse plaatje Heiligerlee. De opstandelingen winnen die slag, maar daarmee hebben ze nog geen sinds de strijd gewonnen. Sterker nog, in het begin zijn de Spanjaarden veel sterker. Pas in 1572 hebben de opstandelingen weer een succes als de Geuzen, zoals de opstandelingen zichzelf zijn genoemd, het plaatsje Den Briel innemen.
Vanaf dat moment barst de strijd echt los. En als je naar het kaartje hier links gaat kijken, dan zie je bij verschillende plaatsnamen 1 of 2 jaartallen staan. Dat is het moment waarop die plaats werd ingenomen door de Spanjaarden of werd veroverd door de opstandelingen. In 1576 wordt het erg onrustig in en om Antwerpen. Een grote groep Spaanse soldaten die al maanden geen soldij hebben ontvangen, besluiten te gaan muiten en zij plunderen de stad Antwerpen. En dan besluit een aantal opstandige gewesten in Gent dat zij net zo lang door blijven vechten totdat de Spaanse soldaten uit de Nederlanden zijn vertrokken. Als reactie hierop sloten de Spanjaarden een verbond met een aantal zuidelijke gewesten. En dat gebeurde in het plaatsje Atrecht en het wordt dus de Unie van Atrecht genoemd. De reactie van de noordelijke opstandige gewesten bleef niet uit. Zij sloten de Unie van Utrecht en zij waren vastbesloten om de strijd voort te zetten. 2 jaar later gingen ze zelfs een stap verder toen die opstandige gewesten de akte van verlating opstelden. Een document waarin zij zeiden dat Philips II niet langer hun landsheer was. Dit was de eerste keer in de geschiedenis dat een bevolking zoiets deed. De landsheer afzweren, dat was nog nooit vertoond. En 7 jaar later, Willem van Oranje is dan inmiddels overleden, gaan ze zelfs nog een stap verder. Ze besluiten niet langer op zoek te gaan naar een andere landsheer, maar zelfstandig verder te gaan als Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. En voor het eerst in de geschiedenis is er een land waarbij er geen koning of keizer aan het hoofd staat. Maar met de vorming van de Republiek is er nog lang geen vrede. De opstand duurt nog 60 jaar voort. Van 1609 tot 1621 wordt er wel voor een periode van 12 jaar vrede gesloten tussen de Republiek en de Spanjaarden, maar uiteindelijk wordt de strijd weer hervat en pas in 1648 wordt er in de Duitse stad Münster vrede gesloten en daarmee wordt de Republiek definitief erkend door de Spanjaarden.